Welkom bij deze tip over PowerPoint in combinatie met Microsoft Teams. We gebruiken veel PowerPoints tijdens onze lessen en ik heb in eerdere filmpjes laten zien dat je die op verschillende manieren kan delen. Maar er is nog een hele mooie manier waarbij je de interactie en betrokkenheid van je studenten kan meten. Tenminste, zij kunnen je feedback geven op de presentatie. En hoe doe je dat nu? In plaats van dat je je PowerPoint start vanuit de PowerPoint app of je deelt hem direct in Teams als venster, ga je naar de webapp van PowerPoint. Oftewel, je logt in op het Office portaal van je organisatie en daar zoek je via OneDrive de PowerPoint op die je nodig hebt. En die open je gewoon in het web. Je ziet, ik zit hier in de webapp van PowerPoint. En de grap is nu dat je bij diavoorstellingen, waar we normaal altijd de diavoorstelling starten, je hier een optie ziet die je normaal gesproken nooit ziet en die heet live presenteren. Bij live presenteren kan je ervoor zorgen dat personen in de organisatie, dan moeten ingelogd worden of iedereen mee kan kijken. En als je zo'n sessie start, dan kunnen mensen inloggen door middel van de QR-code te scannen of je kan natuurlijk de link in de chat zetten. Het nadeel op dat moment is natuurlijk wel dat mensen naar een ander scherm kijken. Dus misschien heb je een tweede scherm nodig of kijken studenten mee op een tablet of een telefoon. Of ze kijken gewoon in de browser van hun computer en zien dan Teams even niet. Aangezien we toch al vrij weinig van Teams zien als we een PowerPoint-presentatie gebruiken. Nou, als ik zo'n sessie dan via live presenteren start, dan komt eerst die QR-code of de link die je kan delen in beeld. Maar het mooie is, als ik vervolgens dan ga presenteren, dan zie je een aantal dingen gebeuren. Je kan zien hoeveel mensen er deelnemen aan de presentatie. En je ziet ook dat die automatisch eigenlijk ondertiteld wordt. En dat loopt over het algemeen best goed. Uiteraard lukt dat nog niet altijd. En het mooie effect van het geven van een live presentatie in PowerPoint, dat zag je net al even voorbij komen, is dat je dus direct feedback kan ontvangen van degene die deelnemen aan deze sessie. Die kunnen door smileys en duimpjes laten weten wat zij van je presentatie vinden. Een aantal opties die we hier hebben zijn natuurlijk de standaard opties om naar de volgende dia te gaan. Maar je hebt ook hier weer een pen beschikbaar waarmee je dingen kan omcirkelen of een markeerstift waarmee je dingen kan onderstrepen. Wat ik zelf ook een hele mooie optie vind is het feit dat ik het overzicht kan krijgen over alle dia's die ik wil tonen. En direct naar dia 5 bijvoorbeeld kan gaan en dan komt die in beeld. En hier zien we toevallig een ontwikkeling van Microsoft in de modus samen die ze op dit moment aan het ontwikkelen zijn. En je ziet het al, de reacties hierop zijn positief. Naast dat je die directe feedback krijgt in je presentatie, is het ook zo dat op het moment dat je klaar bent met de presentatie en je de sessie beëindigt, degenen die deel hebben genomen aan de presentatie een kleine enquête voor krijgen. Die kunnen aangeven wat ze van de presentatie vonden. Dat doen ze eerst met sterren. En ik heb hem hier even openstaan op mijn iPad. En dat ga ik even proberen goed in beeld te krijgen voor jullie. Hier zie je dus, het spiegelt een beetje, excuus. Je kan een aantal sterren geven over de presentatie. En op het moment dat je dat gedaan hebt, komt er nog wat meer vragen over hoe het dia-ontwerp was, hoe de spreker zich hield aan het spreektempo en over de inhoud. En er is nog een leeg veld waar iedereen zijn eigen feedback of feedforward of complimenten kan invullen. Dit krijg je allemaal binnen via de mail. En de grap is, dat is een Microsoft Forms formulier, dus in de mail krijg je een mooi overzicht per dia hoeveel interactie er is geweest, de feedback die ze gegeven hebben. En als je daar meer informatie wil, dan log je in op Microsoft Forms en kan je daar nog een grotere analyse loslaten op de betrokkenheid en de interactie van je studenten met jouw PowerPoint. Veel plezier met deze optie. Probeer hem een keer uit met een paar collega's. Even testen voordat je het in het echt gaat doen. Maar ik denk dat het lesgeven, de interactie en de betrokkenheid weer een stukje dichterbij brengt.